Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag ga ik eens een oude Roco NS1600 updaten, pimpen. Het is nog een hele oude serie. Compleet met boekwerk, hoewel dit het boekwerk is van de Franse lok, zo te zien. Kleurstellingen kloppen misschien ook niet helemaal. De vorm wellicht niet helemaal bij deze oude Roco's. Maar dat maakt mij niet zo heel veel uit eigenlijk. Deze oude lok. Zo. Gaat digitaal worden. Daarvoor is het een en ander nodig. En de verlichting ga ik aanpassen. Op dit moment. Zo. Ik heb al mijn bekabelingen overhoop gegooid. Die hier. Zo. Op dit moment rijdt hij analoog. Ik denk dat hij een beetje wiebelt vanwege mijn rolbank. En ik weet dat er gloeilampen in zitten. En hier zit nog een gat om te kunnen wisselen tussen stroomopname van de, via de panto's of vanuit de wielen. Als ik dat gat zou kunnen dichten zou ik het doen, maar ik denk niet dat me dat gaat lukken. Het is dus de 1601. En deze 1601 vind ik fijn, want deze kan nog heel makkelijk opengemaakt worden. In tegenstelling tot die 1800 die ik hier heb, die absoluut niet wil. Goed, het makkelijkste zou zijn als ik hier gewoon een decoder in kan prikken, maar dat is niet het geval. Die lamp doet het goed. Deze lamp doet het ook. Je ziet, het zijn vrij zwakke lampen. Het wisselen van stroompick-up via de panto's of de wielen, dat gaat er in ieder geval uit. Ik ga geen stroompick-up op de pantografen hier doen. De gloeilampen gaan eruit, de diodes kunnen er dan uit. En ik hou het bord eigenlijk alleen maar om de stroompick-up te doen en om de voeding door te geven naar de motor. Ik zie dus ook dat het frame hier nog gekoppeld is. Ik ga even kijken of ik dat wel wil houden, want dat is niet altijd even fijn. Het ligt er een beetje aan hoe de motor ook in het geheel zit. De verlichting. Er zitten hier lichtgeleiders in. Hier zit de gloeilamp en daar zit de gloeilamp. Als deze gloeilamp brandt, wordt deze lichtgeleider verlicht. En dat zorgt voor 3 punts wit. En de andere lichtgeleider, dat zorgt voor 2 punten rood achter. En wat ik wil gaan doen, is de lampen individueel aan gaan sturen. Niet met de individuele ledjes één voor één. Daar heb ik naar zitten kijken, maar dat vind ik nu nog iets te veel. Maar in ieder geval, 4 leds erin. Wit, 2 keer wit, 2 keer rood. Die aan de decoder hangen. Misschien niet deze, want ik denk dat ik een extra draadje nodig heb. Een decoder ga ik in ieder geval zoeken die het extra draadje heeft, want ik heb nodig wit, geel, groen en paars. Maar hier zit ook een paarse draad bij, dus gaat lukken. En om dit allemaal voor elkaar te krijgen, ben ik met mijn 3D printer bezig geweest. En heb ik deze blokjes gemaakt. Het idee is, even kijken of ik dit een beetje in beeld kan krijgen. Hier kan een lichtgeleider in voor wit. Hier kan een lichtgeleider in voor rood. Aan de andere kant kunnen de leds in. En die moeten hier zo tussenin kunnen vallen. Daarvoor moet ik de beide rode lichtgeleiders inkorten, dat ze ongeveer even lang worden als die witte, voor de witte nu. En als dan een blokje erin zit met de leds erin
is het alleen nog maar een kwestie van de boel bedraden. Ik heb hier ruimte overgehouden omdat hier aan één kant zitten de pinnen van de bak voor de koeling. En hier zit ook nog een ander puntje om deze te ondersteunen, denk ik. Waardoor dat het allemaal wat hoger ligt. Dat is het plan. Ik heb wat geëxperimenteerd. Ik denk dat het past. Ik ben ook heel benieuwd of het echt gaat passen. En de uiteindelijke versie die hier uiteindelijk aan het einde van deze video in gaat zitten. Dat heb ik gedaan met OpenSCAD. Wat een tekstfile is die je zelf in kunt laden. En je hem zelf zou kunnen printen op die manier. Die kan ik dus gewoon in de omschrijving zetten. Dus dat is het plan. Als eerste ga ik de lichtgeleiders loshalen. Om de lichtgeleiders los te halen is vrij eenvoudig. Zorg ervoor dat ze een beetje los zitten. En de bovenste kun je met je nagel meestal eruit halen voor de witte verlichting en de rode verlichting. Gebruik ik even een tandenstoker voor en dan komt hier één hele set uit. En hier is de tweede set. En zo zie je dus ook dat deze hier strakjes goed, ja, zo in komt te liggen. Waar ik heel benieuwd naar ben is als ik dit dadelijk gestript heb of dit blokje past. Of dat ik tot de conclusie kom dat het allemaal net te hoog is. Zo. Je kunt nu nog zien ook dat ze hier gewoon wat rode verf op hebben gedaan. Om de verlichting rood te maken. Ik ga eens kijken hoe ik dit afgezaagd ga krijgen dadelijk. Het inkorten is gelukt. Ik heb gebruikt mijn Dremel met een kleine dunne slijpschijf. En de veiligheidsbril. En afmeten. En nog een keer meten. En geduld. Verder heb ik mijn printplaat gestript. Dit is nog lekker ouderwetse soldeer. Alle metalen, koper, wat het ook was, spullen zijn eraf. Zodat hij mooi vlak is. Zodat ik wat meer ruimte heb voor de verlichting inbouw. En met een mes heb ik hier een snede gemaakt. En dat isoleert de motor in zijn geheel van de buitenzijde hier en daarmee ook van het frame. En nu kan ik ervoor kiezen om hier op te spoelen en als dat niet het gewenste effect heeft, hier rechtstreeks op de motorcontacten de decoder te solderen. En wat dat betreft is deze printplaat nu klaar, want het enige wat deze gaat doen is stroom ontvangen. En of waarschijnlijk nog niet eens. Ik denk dat ik dit gewoon aan elkaar verbind. Dus alleen maar decoder erop. Zoals deze niet werkende hier. Om aan te sluiten op de motor. En hem uit de weg leggen. En alle andere bekabeling komt los. En zal een beetje los in de kap blijven hangen. Ik heb hier toch genoeg ruimte. Hoop ik. En dat betekent dat ik nu eventjes kan gaan pielen om te zien of ik die lichtgeleiders erin ga krijgen. En of ik hem dus groot genoeg heb gemaakt en of ik nog een variant moet printen die nog wat groter is. Aan de kant van de lichtgeleiders past het precies. En dan kan ik nou nog eens even gaan kijken hoe ik die leds ga doen. Want ik heb ontzettend weinig ruimte over. Dus misschien moet ik wat openmaken of wat gaan isoleren. Want die leds moeten natuurlijk niet met de contacten tegen elkaar aankomen. Dus misschien moet ik er een variant maken die wat smaller is. Maar ik ben blij dat in ieder geval een deel van het formaat klopt. En even kijken of de kap nu nog erop kan. Als gegoten. Dit gaat de goede kant op.
En zo ziet dat eruit met LEDs. De contacten zitten nu heel diep bij elkaar, maar ik denk dat ik dat nog wel opgelost kan krijgen met wat... hoe heet dat? Dit spul. Ik heb dus deze LEDs en het 3D-ontwerp is zo dat ik die erin kan duwen. Alleen de witte zijn net wat dikker dan de rode, heb ik al gemerkt. Dus de rode gingen er een heel stuk makkelijker in dan de witte. Het is uiteindelijk gelukt. Ik heb twee soorten witte en er zit toch een kleine variatie in, merk ik, in de, ja, hoe goed ze in vorm zijn. Maar ik kan nu alle lange draden die hier zie ik in allemaal aan elkaar geknoopt worden. Want dat is allemaal plus. Ik heb hier wat cheat sheets hangen. En de minnen, en daar kan er allemaal weerstanden aan. En die weerstanden gaan dan weer aan de decoder. Dus dat schiet al flink op. Zo. Ik doe dat soldeerwerk niet in de kap. Nergens voor nodig. Het enige wat ik daarmee voor elkaar krijg is dat als ik uitschiet, dat ik iets van de kap smelt. Zo. Zo. De kap gaat ook opzij. En ik zal zo eens even er wat stroom op zetten. Weerstandje bij, stroom erop. Kijken hoe het er nu uiteindelijk uitziet en hoeveel lichtlekkage ik heb. Ik ben heel benieuwd. Even wat dingen zoeken hier. Zo is de rode verlichting. En ik zie één hier veel verder dan de andere. Ik heb geprobeerd dat te voorkomen met de plaatsing van de LED. Is niet helemaal gelukt. Het is niet erger dan met de gloeilamp. Dat weet ik wel. En bij de witte zo is ook deze kant veel feller. Kijken wat ik daaraan kan doen. Ik denk niet zo heel veel. De LED zit hier voor de lichtgeleider en zit een kleine holle ruimte in om een beetje, in wat afstand, om een beetje goed het licht kunnen spreiden. Maar de lichtgeleider, de eerste hier, die heeft het meest directe pad. De andere moet nog een hoekje om. En ook die onderste moet nog een hoekje om. Dus ja, misschien dat een stukje verder erin duwen nog wat gaat helpen. Maar ik denk dat dit het is. En als ik dit beter wil, dan moet ik al deze lichtleiders loshalen en daar SMD's op gaan zetten, op gaan lijmen. Wat ik misschien in de toekomst ga doen met een andere 1600. Die ook nog een gloeilamp heeft, maar ik denk dat deze hier, het is al een flinke verbetering. Ik denk dat ik het er daarom ook bij laat. Dus ik ga hier even wat draden solderen en wegwerken. Ervoor zorgen dat ze niet meer valse contacten gaan maken. En daarna kan er de decoder op. Zo, het was een heleboel gepielen en geëxperimenteren. Het is nog lang niet klaar, gezien alle draden die erover hangen. Maar ik ben heel blij dat de lock dicht zit. Hopelijk gaat hij nog open. Kom. Hij gaat ook zo stroef vanwege de draden die overal tussenin klem zitten. Maar niks wat een tandenstoker niet kan verhelpen. Of eigenlijk twee tandenstokers. Kijk. Daar gaat de kap al. De printplaat heb ik niet behouden, heb ik afgezaagd, een flink eind, om ruimte te maken voor de decoder. De decoder had
Ja, het paste allemaal net niet. Ik kon hem achter de lichte leiders doen, maar dat zette ook weer wat druk op de lichte leiders. Dus ik heb de printplaat die ik toch verder niet nodig had eraf gehaald. En alleen maar het deel behouden wat de motorvoeding verzorgt. En hierin zitten de twee geprinte blokken met wat tape omheen tegen lichtlekkage. En hier aan vast zitten op dit moment alle aders. En die gaan uiteindelijk, oh, die kan dadelijk ook andersom, die gaan allemaal hierop terechtkomen en ingekort worden. Hier zitten nog wat weerstanden aan van eerdere versies, waarbij ik de decoder niet weggewerkt kreeg. Die komen straks wel weer van pas. Je ziet dus ook de gele, de witte, de paarse en de groene, wat ook de kleuren zijn die ik hier aan heb zitten. En de blauwe komt dadelijk alles aan vast te zitten. Ik ga nu als eerste de stroompick-up van de wielen eventjes doorverbinden en aan de decoder vastzetten. De motor erop monteren, kijken wat voor en achter is. En daarna kan ik al deze draden wegwerken. En gezien de ruimte die ik hier boven de motor heb, ik denk dat ik hier de weerstanden allemaal in weggewerkt krijg. Is dat een beetje te zien zo. Naast de motor is wat ruimte. En ik denk dat daar prima wat weerstanden kunnen om. Ja, ik zal echt ruimte moeten besparen. En anders komt het hier in dit gedeelte te liggen. Ik heb nog in de tussentijd ook geëxperimenteerd met een groter blok, wat natuurlijk niet heel handig is gezien de ruimte, maar om te kijken of dat de lichtverdeling hier beter werd. Want met de kleine leds die er nu in zitten, brandt dus een van de frontzijnen duidelijk helderder dan de rest, omdat die geleider daar als eerst op uitkomt. Dat had geen effect, kostte wel een boel ruimte, dus die heb ik hier nog liggen. Die zijn wellicht voor een ander project. Maar voor dit was het te veel ruimte en geen nut. Dus ik ga aan de soldeer. En zo dadelijk, als ik terugkom, hoop ik dat hij al heel mooi in elkaar zit. De locomotief rijdt nu vooruit. Dit zijn de normale lampen, de F0, die staan aan. En aan de achterkant heb ik de achterkantlampen en ik heb F1 aanstaan. Dus met die functie staan de achterlichten aan. Als ik nu de F1 uit ga zetten, dan gaan de lampen aan de achterkant, als het goed is, uit. En dit is met de F1-functie uit, dan is er geen verlichting en zo kan ik hem dus mooi aan een trein stellen, rijtuigen bedoel ik hangen. Terwijl dat de verlichting hier uit is. Maar aan de andere kant nog steeds aan. Nou, hij zit dus ook dicht, het past allemaal. Na het solderen had ik één probleempje toen ik hem aanzette. Een klein probleempje. Ik had paars en groen gekozen voor de verlichting. En ik had de. Ik weet nou niet meer welke ik aan paars en welke ik aan groen had gehangen. Maar dat had eigenlijk andersom gemoeten. Dan had het meteen gewerkt. Zonder enige aanpassing aan de decoder. Zonder dat ik iets hoefde te programmeren. Nu heb ik de functiemapping even om moeten draaien. Dat de juiste kleur bij de juiste lampen bij de juiste richting ging horen. Want ik had dus met F1 en F0 aan dat de witte verlichting aan beide kanten draaide. Of de branden of de rode verlichting aan beide kanten. Maar dat was een eenvoudige aanpassing met twee vinkjes omwisselen. En ja, nu is hij wat dat betreft klaar. Ik ga nog even kijken of ik aan de voorkant de koppeling eruit ga halen. Of dat ik die laat zitten. Even kijken hoe mooi dat eruit ziet zonder koppeling. Want ik wil hem aan mijn stam van ICK en ICL
rijtuigen hangen. En dan heb ik niet zoveel aan een extra koppeling. Bij mijn andere locomotieven heb ik nog steeds het probleem dat alle verlichting aangaat. En ik ben benieuwd hoe dat daar aan de binnenkant zit. Als dat nou hetzelfde systeem is, dan ga ik nog meer van deze dingen printen. De smalle variant. Dus tot zover. Ik ga hem nog even op de baan zetten natuurlijk. En bedankt voor het kijken. In de omschrijving ga ik de open SCAD code zetten, zodat die door andere mensen ook gebruikt kan worden. Het is een beetje een rommelcode, maar dat komt wel goed. Ik hoor graag van jullie. Tot de volgende keer. Naar beneden gaan gaat wel, maar echt leuk vindt hij het niet. Naar boven gaan lukt überhaupt niet. Iets waar ik wel wat aan kan doen met anti-slipbanden. Ik zal straks even in het doosje gaan zoeken of je hier nog goede hebt voor deze lok. Het zijn wel veel wagons hoor, die moet trekken in zijn nukkie. In een van de wagons zit ook nog steeds een heel irritant piepje wat ik er niet uit krijg. In ieder geval niet met smeerolie. Hij blijft zijn wagons verliezen, dus misschien moet deze toch naar het goederenvervoer. Nu moet ik wel zeggen dat de baan al een tijd niet gebruikt is. Het is vochtig weer geweest en ik heb het idee dat dat ook wat dingen doet. En dat stukje baan is vuil. Het is mooi geweest voor vandaag. Tot de volgende keer.